Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen. Welkom bij deze podcast. Het is vandaag dinsdag 30 januari 2024. Naast me zit Iwan Vreeps. Goedemorgen. We gaan de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Te beginnen in Israël zo. Uiteraard over de oorlog tussen Israël en Hamas. Want Hamas zegt pas te willen praten over uitwisseling van gijzelaars en gevangenen als Israël zich helemaal terugtrekt uit Gaza. Er was een voorstel van de Qatari voorgelegd aan Hamas. Die hebben daar dus op gereageerd. Gaan we zo meteen bespreken met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. En nieuw sociaal contract, NSC, de partij van Omtzigt, vindt het onacceptabel dat het asielbudget nu al te krap is. En dus willen ze dat er iets aan wordt gedaan. Wat dan precies, dat gaat NSC-Kamerlid Casper Veldkamp straks vertellen. Dat er meer vandaag. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En zoals Iwan al zei, we beginnen in Israël. Anthony Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt de situatie in het Midden-Oosten is lange tijd niet zo gevaarlijk geweest als nu. En dat die uitspraak deed hij op een persconferentie die hij hield met Jens Stoltenberg, nu nog secretaris-generaal van de NAVO. Ik denk dat we in de hele regio sinds 1974, misschien zelfs daarvoor, geen situatie meer hebben meegemaakt die zo gevaarlijk is als nu, zei Blinken. Nou, we weten, in 1973 viel een alliantie van Arabische landen onder leiding van Egypte en Syrië onverwachts Israël binnen. Die oorlog duurde uiteindelijk 19 dagen. We gaan erover praten met correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan zo over onderhandelingen met gevangenenruil praten. Maar eerst die uitspraak van Blinken. Die komt een dag na die drone-aanval op een Amerikaans kamp in het noordoosten van Jordanië op de grens, waarbij 3 Amerikaanse soldaten om het leven kwamen. Blinken zei daarover: het doel is om escalatie te voorkomen, maar we gaan wel keihard terugslaan. Hoe moeten we dat interpreteren? De druk in Amerika zelf is hoog, in ieder geval vanuit de Republikeinse hoek, om Iran direct aan te vallen. Ja. Daar zal het waarschijnlijk niet van komen. Ook niet, de Amerikanen hebben al 8 keer eerder aanvallen uitgevoerd op die milities die nu verantwoordelijk zijn voor deze dodelijke aanval. Dus ik denk ook niet dat ze zo, denk ik, een stap verder. Iran is natuurlijk goed vertegenwoordigd in Syrië en Irak met de revolutionaire garde. Dus een soort tussenoplossing zou kunnen zijn om die revolutionaire garde, dus Iran, aan te vallen in die 2 landen, maar dus niet in Iran zelf, maar in het buitenland. Daardoor brengen ze Iran een harde klap toe, zonder misschien de kans om escalatie. Ja, wordt er nog gereageerd op deze opmerking van Blinken bij jou in de pers in Israël? Dat was hier vrij laat, dus dat is hier nog niet doorgedrongen. Nee. Maar hier houden ze natuurlijk vooral rekening met een escalatie hier aan de noordgrens, waar het de komende weken ook heel erg spannend zal worden. Dus het zijn een van de meerdere fronten, Irak, Jemen. En hier maken ze zich vooral zorgen om de situatie in Libanon. Ja, dan gaan we naar die onderhandelingen die lopen. Hè. Hamas zegt eerst het Israëlisch leger weg uit de Gazastrook en dan praten we over gevangenenruil. En dat komt allemaal. En dan nieuws eerder vandaag dat Qatar na onderhandelingen met Israël, Amerika en Egypte een voorstel voor een gevechtspauze op tafel legde. En ook over de vrijlating van gijzelaars. Maar ja, dat plan zou dan moeten leiden tot een permanent, of in ieder geval een langdurig staakt het vuren. Hamas zegt nu van ja, dat gaan we dus niet doen. In hoeverre, laten we daar eens mee beginnen, staat Israël achter zo'n plan wat door Qatar nu voorgesteld is? Zonder een uitzicht op een permanent staakt het vuren is Israël bereid ver te gaan. Zoals het hier gisteren in het avondjournaal gepresenteerd werd op basis van Israëlische bronnen, wil Israël een groot aantal, misschien zelfs alle Palestijnse gevangenen die het heeft, laten gaan om die Israëlische gijzelaars terug te laten. Daarnaast een lang staakt het vuren van 2-3 maanden en meer humanitaire hulp. Maar de rode lijn blijft. Daarna willen wij de optie hebben om ons offensief tegen Hamas voor te zetten. En Qatar had aanvankelijk gezegd dat Hamas daar bereid was om over te praten. Maar gisteravond laat zei een woordvoerder van Hamas: nee, absoluut niet. Er moet een einde komen aan die oorlog voordat we überhaupt kunnen beginnen te praten over de vrijlating van gijzelaars. En is daar iemand voor te porren in Israël voor dat plan van Hamas? Eerst weg en daarna uitwisselen?
De families van de gijzelaars, die voeren hun druk op de regering. Maar als je gewoon hier naar de opiniepeilingen kijkt over het gros van de bevolking, die wil dat het offensief tegen Hamas wordt voorgezet. Ja. Hoeveel gijzelaars zitten er nog vast eigenlijk? Er wordt gezegd zo'n 130, 132. Maar het Israëlische leger gaat ervan uit dat zeker 30 daarvan inmiddels dood zijn. En dan gaat het dus om de lichamen. En die worden ook betrokken bij een eventuele ruil. Het is natuurlijk dramatisch voor de familieleden dat zij niet weten om welke 30 er overleden zijn. En welke 100 plus of minus er nog in leven zijn. Ja, moet verschrikkelijk zijn. Maar hoe nu verder? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Gaat men opnieuw om de onderhandelingstafel? Qatar is bereid, neem ik aan, om nog langer te praten met beide partijen. Nou ja, je voelt dat de druk van alle kanten toeneemt. Amerika ziet het natuurlijk vooral als een middel om een verdere escalatie in de regio te voorkomen. Ja. Want ze verwachten dat als het staakt het vuren komt, dat het ook door Hezbollah en die Iraakse milities zou worden nageleefd. Dus vanuit Amerika is de druk wordt steeds hoger om inderdaad tot een akkoord te komen. Maar er is natuurlijk wel medewerking van Hamas voor nodig. Dus ik verwacht dat de komende dagen, ik hoop misschien zelfs weken, dat er nog verder zal worden overlegd in Cairo en in Qatar. Dankjewel, onze correspondent in Israël, Tel Aviv om precies te zijn, Ralf Dekkers. En dan blijven we in de regio, want de drone die zondag op die Amerikaanse legerpost raakte in Jordanië, op de grens met Syrië en Irak, Tower 22, die werd niet door de Amerikanen uit de lucht geschoten, omdat er verwarring was ontstaan op de basis, melden Amerikaanse media, waaronder CNN. We are told that an American drone, which was returning from a mission, was approaching the base at around the same time that the enemy drone was approaching. The enemy drone followed the American drone onto the base and it delayed the US response because there was some confusion over whether that enemy drone was in fact an enemy rather than an American drone. Ja, dus die Amerikaanse drone, die Iraanse drone, die zat achter die Amerikaanse drone aan. Ja, of ze elkaar nou echt achtervolgden was een beetje de vraag, maar ze waren daar ongeveer op hetzelfde moment dus. Mm. En daardoor was de verwarring, is dat nou een ding van onszelf of niet? Nou, we weten inmiddels 3 Amerikanen omgekomen daar, 40 mensen gewond geraakt, omdat dat ding neerstort op een van de barakken waar mensen lagen te slapen. De 3 doden zijn een 46-jarige sergeant en 2 vrouwelijke militairen van 23 en 24. 20 jaar oud, vrij jonge mensen dus. Het is nog steeds niet duidelijk wie achter die aanval zit. Het Pentagon zegt dat ze de vingerafdrukken van Kataib Hezbollah zien. Dat is een Iraakse paramilitaire beweging die steun krijgt uit Iran. We hebben ook gehoord gisteren uit Amerika dat ze zeggen daar geen oorlog met Iran te willen, maar wel te zullen reageren op het incident en dat alles in het teken staat van wel reageren, maar niet escaleren. Ja, dat is natuurlijk het verhaal met verkiezingen in de opkomst en Biden die opnieuw president wil worden. Dat wordt een harde klap terug. Een heel spannende vondst van een Amerikaanse ex-luchtmachtpiloot. Die heeft, zegt hij, het toestel van Amelia Earhart gevonden. En Amelia Earhart die was een vrouwelijke piloot, een ace, die in 1937 ineens verdween, spoorloos. En hij zegt dus, ik heb haar toestel teruggevonden. Daar gaan we straks meer over vertellen. Ochtendnieuws. Mega spannend. Dat is inderdaad gewoon sinds 1937 een onopgelost mysterie. Ja, er zijn allerlei theorieën over en verhalen. Maar iemand die zegt dat hij wellicht iets gevonden heeft. Ja. We gaan naar NSC, de partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Die vindt het onacceptabel dat het asielbudget nu al te krap is. Dat zegt NSC-Kamerlid Casper Veldkamp gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is er 600 miljoen euro extra nodig, bovenop de ruim 7 miljard die begroot is voor de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Politiek verslaggever Leonard Bergman die sprak Veldkamp daarover in de Tweede Kamer. Telkens opnieuw blijkt dat de kosten te laag wordt begroot. De Algemene Rekenkamer heeft ook gezegd van 23 jaar blijkt er 21 keer dat de kosten voor asielopvang te laag worden begroot. Wat ook telkens blijkt, de raming van het ministerie van Justitie en Veiligheid over het aantal op te vangen mensen, het aantal verwachte mensen, blijkt telkens door de ontwikkelingen te worden ingehaald. En daar wil ik wel kritisch vragen over stellen. Ja. Wat is wat u betreft de oplossing? Ja, ik vind dat er echt veel meer moet worden gekeken naar de instroom die voortdurend hoog blijft. Er zullen altijd meer mensen willen komen naar Nederland dan we kunnen en willen opvangen. Een van de elementen die ik daaruit pak, waarvan ik vind dat er veel meer aandacht voor moet zijn, is de aanpak van criminele mensensmokkelorganisaties. Smokkelorganisaties die zorgen dat die mensen, ook alleen reizende minderjarige vluchtelingen en andere kwetsbare groepen, dat die naar Europa komen, in Nederland aankomen. Heel veel mensen die in Ter Apel aankomen, die zijn begeleid, afgeperst onderweg, op verschrikkelijke manieren
opgejaagd door criminele smokkelorganisaties. Ik vind dat de rechtsmacht moet worden uitgebreid, zodat opsporing, vervolging en bestraffing van die organisaties, van mensen die dat doen, ook al op die smokkelroutes van het Nederland kan worden gedaan. En dat dat de staatssecretaris ervoor inzet dat dat ook op Europees niveau gebeurt. Dat is al vaker bepleit. Het gebeurt niet of het lukt niet. Eén van de twee. Nou, ik vind dat er in Nederland echt veel te weinig aandacht vaak voor is geweest. En er liggen nu, sinds eind november, nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om mensensmokkelaars, criminele mensensmokkelaars, beter aan te pakken. En als ik dan het commentaar van de staatssecretaris lees daarop, dan is het, nou, dat staan wij positief tegenover. Nee, ik wil gewoon dat hij dat regelt, ook op Europees niveau. Ik wil dat het actief, dat Nederland dat proactief aanpakt. Die 600 miljoen extra voor de opvang van asielzoekers heeft ook te maken met het spreidingsvraagstuk, hè? Dat mensen tot nog toe opgevangen worden in hotels, in schepen, kost allemaal heel veel geld. Is dat niet hetgene wat aangepakt moet worden? Ja, je kunt spreiden wat je wil, maar als uiteindelijk aan de kraan niet, zeg maar, een stuk wordt dichtgedraaid, dan wordt het dweilen met de kraan open. En ik kijk naar die kraan. Ik kijk naar die instroom die telkens te hoog blijft. En dat we daar echt nu aanpak voor moeten verzinnen. Want anders blijf je een probleem houden. Zei Casper Veldkamp, NSC-Kamerlid, in gesprek met politiek verslaggever Leendert Beckman. Dan zijn ruim 900 Nederlandse gebruikers van de slaapapneuapparaten van Philips Respironics er niet gerust op dat ze hun apneuapparaten nog kunnen vertrouwen. Nu Philips heeft aangekondigd gisteren dat ze in Amerika voorlopig stoppen met de verkoop van die machines als onderdeel van een afspraak met de FDA. Dat zegt hun vertegenwoordiger, dat is advocaat Mark de Hek van SAP Letselschadeadvocaten. Het Algemeen Dagblad schrijft erover. Hij zegt, ja, de FDA acht Philips blijkbaar op dit moment niet competent om veilige apparaten te produceren. En dat vinden mijn cliënten nou niet heel erg geruststellend. Volgens hem hadden de Nederlandse gebruikers die schikking met de FDA wel een tijdje verwacht al. Die was in de maak. Dat de beslissing genomen is, dat zorgt wel voor iets meer duidelijkheid, maar dus ook voor onzekerheid. De Hek vindt het lastig om te beoordelen of een verkoopstop ook in Nederland op zijn plaats zou zijn. Maar ja, wat de FDA zegt, dat geeft hem dus vrij weinig hoop, want feitelijk zeggen zij not in my backyard. Die apparaten van Philips, die willen wij even niet in Amerika. Ja, zijn ze dan wel goed genoeg voor Nederland? Vrijwel alle gebruikers die de Hek bijstaat, die hebben inmiddels een vervangend apparaat van Philips gekregen. Dat is niet het probleem, zegt hij. Het gaat erom dat ze erop kunnen rekenen dat dat apparaat nu wel veilig is. En de schikking is voor de advocaat extra reden om zeer kritisch te blijven kijken naar het handelen van Philips in die zaak. Communicatie met het bedrijf verloopt prima, maar ja, we willen meer onderzoeksdata, net als de FDA. En dan is het de dag van de techcijfers. Jelle Maasbach van BNR Beurs, die is er klaar voor. Microsoft en Alphabet, dat zijn de twee grote Amerikaanse techbedrijven die hun resultaten presenteren. En dat wordt interessant, want Big Tech is de laatste weken hard bezig met de kaasschaaf. Bij deze twee gingen er honderden banen uit om efficiënter te gaan werken. De boodschap van de bedrijven daarbij: tijdens de pandemie zijn we hard gegroeid, te hard, dus moet er nu gesnoeid worden. Beleggers rouwden er niet om, beide koersen zitten al de hele maand in de lift. En er komen nog meer techcijfers van AMD, de maker van processoren, en ook uit de gaming sector, want we krijgen resultaten van Electronic Arts. Je moet er wel langer voor opblijven, want het staat laat op de avond te gebeuren. Maar gelukkig zijn er ook nog cijfers van Starbucks. Misschien is dat de cafeïne die je wakker kan houden. Aldus Jelle Maasbach. En waar je ook wakker moet blijven. Nou, ik hoop dat het gebeurt elke avond om 6:30 s'avonds. Elke werkdag, dan kun je luisteren naar de mannen van de BNR Beurs. En als je dat niet kunt luisteren, of je hebt geen tijd, of je moet even iets anders doen met je leven, dan kun je altijd in de podcast-app luisteren. De BNR-podcast-app bijvoorbeeld. Het Spaanse parlement stemt vandaag over die beruchte amnestiewet. Een wet die premier Sanchez voldoende steun gaf in het parlement om een nieuwe termijn te kunnen regeren, ondanks verlies in de verkiezingen en ondanks ongelooflijk veel tegenstemmen en protesten in Spanje. Maar als het parlement vandaag tegenstemt, dan heeft Sanchez een enorm probleem. Bij ons Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, tienduizenden mensen gingen de straat al op de afgelopen weken. Ook afgelopen weekend weer in Madrid. Wat staat op het spel voor Sanchez? Nou, de Spaanse radiozender Cadena Ser, die verwoordde het gisteren wel goed, vond ik. Na vele weken te hebben gesproken over amnestie, is dit de week van de amnestie. Ik vond het wel typerend. Inderdaad, heel veel kort terug in de tijd. Ja. Om inderdaad een meerderheid te behalen in het parlement, heeft Sanchez deals gesloten met de regionale partijen, waaronder die Catalaanse nationalisten, die dat onafhankelijkheidsreferendum van 2017 hebben georganiseerd, uitgevoerd.
Aantal van hen in de cel beland. Puigdemont, de leider destijds, die vluchtte naar België. En die amnestiewet gaat inderdaad over deze mensen. Deze mensen is amnestie beloofd, wetswijziging voor nodig, en daar wordt nu over gestemd. Maar die Catalaanse partijen die zien hun kans schoon en die willen eigenlijk zoveel mogelijk binnenhalen. Ze spelen hard to get en komen met allerlei amendementen die nog doorgevoerd moeten worden. En vooralsnog heeft die partij van Puigdemont, Junts heet die partij, die hebben ook officieel nog niet gezegd dat ze voor die wet zullen gaan stemmen. Zelfs nu nog wordt er onderhandeld. Vorige week is Sanchez wel door de knieën gegaan en heeft op een aantal punten toegegeven. Maar verder wil hij niet gaan, kan hij misschien ook niet, want dan zou mogelijk de steun vanuit Brussel in gevaar komen voor deze amnestiewet. En Sanchez heeft wel inderdaad een probleem als deze wet er vandaag niet doorheen komt. Want dan valt toch wel de basis onder zijn nieuwe regeerperiode weg. Ja, dan eventjes die protesten, hè, waar je het over hebt. Heeft dat het politieke publieke debat nog kunnen beïnvloeden? Ja, ik denk het wel. Die protesten zijn bijna wekelijks. Die worden georganiseerd door de Partido Popular, de oppositiepartij. En die worden integraal uitgezonden op die 24/7 nieuwskanalen die hier zijn. Een soort van CNN, die wordt alles wordt doorgeprikt. Ja. En linksom of rechtsom beïnvloedt dat het debat. Zonder dat het echt over de inhoud gaat. Want zowel wat betreft woordkeuze als beeldvorming gaat het er hard aan toe. Bij het protest van afgelopen weekend dit wat ik nu gezegd heb, dat niet gebeurt, maar bij andere protesten wel. Worden poppen van de premier worden opgehangen en geslagen. Maar zondag wel worden als staatsgreep en inquisitie, die worden gewoon niet geschuwd. En het doorprikken van die demonstraties, die woorden, dat beïnvloedt wel degelijk het debat. Ja. Wat ook meespeelt is dat er komen een aantal dingen samen. Hè. Dus we hebben nu die stemming vandaag, maar er zijn over een aantal weken zijn er regionale verkiezingen in de regio Galicië, waar ik dan woon, op 18 februari. Hoe dan ook, het politieke spel wordt nu hoog gespeeld. De grens wordt opgezocht en zowel het debat als misschien ook wel die samenleving, die verhardt toch wel mede door die protesten. Ja, precies. Even over die meneer Puigdemont, hè, die in België in zelfverkozen exile is gegaan. Die heeft een ander probleem in zijn broek, want hij wordt in verband gebracht met Rusland. Hij is een vriendje van Poetin. Nou, vriendje van Poetin, dat gaat misschien nog wel net iets te ver. Ja? Maar dit verhaal gaat al enige tijd rond. De New York Times maakte er al enige jaren, 2019, al melding van. Rusland zou zich hebben bemoeid met die Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Mm-hmm. Geld, militairen zouden zijn beloofd. En Puigdemont en enkele kompanen zijn ook naar Moskou gegaan. Dat is bevestigd, maar wat hij daar heeft gedaan, dat is allemaal nog in een onderzoek. Een rechter heeft alleen gisteren nu gezegd dat het onderzoek naar die vermeende verbanden nog lang niet klaar is en sterk nog wordt verlengd. Het is wel zo dat vooral de conservatieve media hier gretig op inspringen en veelvuldig over schrijven. Hoe dan ook, dit verhaal blijft Puigdemont achtervolgen. Want het is ook wel moeilijk, want het hele dat amnestiewet noemt specifiek woorden als verraad en daden die de financiële belangen van de Europese Unie kunnen beïnvloeden, die worden uitgesloten voor deze amnestiewet. En als Puigdemont inderdaad belangen had met Rusland, dan wordt het wel een beetje linkersoep voor Puigdemont. Precies, dan kan hij die amnestie op zijn buik schrijven. Maar vandaag in het parlement die stemming dus. Wat denk je, wat gaat het worden? Gaat Sanchez het eruit trekken? Zal hij nog meer concessies moeten doen zonder dat hij Europa daarmee in problemen brengt? Of dat zijn eigen land in Europa in problemen brengt? Nou, ik verwacht dat het er wel doorheen komt, maar het moet nog wel even gebeuren. Vooralsnog, de Partido Popular en de Vox, die schreeuwen moord en brand, waarschuwen voor hel en verdoemenis. En ondanks de steun van een Baskische partij en een partij van de Canarische eilanden voor het verzet tegen die amnestiewet, verwacht ik dat Sanchez wel voldoende steun kan krijgen. Maar wat ik zei, het moet nog wel even gebeuren. Ja. Want daarna moet de wet ook nog naar de Senaat worden gestuurd. En daar heeft Sanchez geen meerderheid. Dus dat wordt nog eventjes spannend. Ook een spannend detail vandaag. Het parlement is voorzien van een nieuw systeem om te kunnen stemmen. Nieuwe beeldschermen. En dat wordt vandaag voor het eerst in gebruik genomen met deze wet. Ben benieuwd. En jij ook. Dankjewel, onze correspondent in Spanje, Galicië, Jorn Lucas.
En dan is er nog nieuws uit Brussel. De Europese lidstaten zijn unaniem akkoord gegaan met het Brusselse voorstel om bevroren Russische reserves in te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne, heeft de EU laten weten. Juristen werken nu aan de exacte tekst. EU wil in de toekomst rendementen op de 260 miljard euro aan Russische tegoeden hier gebruiken om Oekraïne te steunen. Mm-hmm. Eerdere plannen om dat te doen, die zijn onder meer door Italië, Duitsland en Frankrijk afgewezen, omdat ze tot financiële instabiliteit en Russische vergeldingsmaatregelen zouden kunnen leiden. Deskundigen zeggen ook, kan het juridisch allemaal eigenlijk wel? Nou, de ambtenaren in Brussel denken dus van wel. Vorige week dreigde Rusland nog met het nationaliseren van Europese investeringen als dat plan door zou gaan. Wat er nog Europees in Brussel is, dat gaan ze dan allemaal nationaliseren. Aanstaande donderdag is er een ingelaste EU-top van Europese regeringsleiders. Dan wordt er dus gesproken over steun aan Oekraïne. Hebben we het hele verhaal gehoord over Orbán. En hoe Europa daarmee omgaat. En dan zal hier ongetwijfeld ook over gesproken worden. Ja. En dan gaan wij nog eventjes naar wat er gebeurt in Politiek Den Haag. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Informateur Plasterk ontvangt ook vanochtend weer de fractievoorzitters om verder te praten over een nieuw kabinet. PVV-leider Geert Wilders zei gisteren dat het harde onderhandelingen zijn. Maar over 2 weken zal hij toch echt met zijn eindverslag moeten gaan komen. En terwijl zij aan het kletsen zijn, staat buiten de actiegroep Dokters van de Wereld voor het terugbrengen van mondzorg in het basispakket. En misschien worden ze gehoord, want in ieder geval 2 partijen aan de onderhandelingstafel willen dat ook. BBB en PVV. Om 2 uur is uiteraard weer het vragenuurtje, gevolgd door de stemmingen. Waarna de onderhandelingen weer verder gaan in het gebouw van de Tweede Kamer. Tot slot wordt er in de avond gesproken over de begroting van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Daarbij zal het gaan over de concurrentiepositie ten aanzien van met name China en de handelsrelatie met de VS. Dit en nog veel meer in Politiek Den Haag. En dat zijn alleen maar Beekman. We gaan koppen snel, Iwan. Ja, de formatie krijgt weer de nodige aandacht. Kopt het Algemeen Dagblad kwade berichten, gesneer en geroddel. Maar formatiegesprekken gaan gewoon door. Voor de tv-camera's houdt iedereen zich keurig aan de radiostilte. Maar allerlei berichten op X, roddels en wat er buiten Den Haag wordt gezegd zorgt voor chagrijn en vertwijfeling bij PVV, NSC, BBB en VVD. Nou, dan gaan we nog even op door. In NRC, PVV heeft geen idee wie er voor de partij actief is, zeggen 2 voormalige PVV'ers. David Bos en George Nachtegaal. Die zeggen Geert Wilders is niet de leider van een politieke partij, maar een façade met niets erachter. Au. Dan in het Financiële Dagblad. Bunk maakt eerste jaar winst ooit. De online bank groeide flink vorig jaar, boekte 53 miljoen euro winst. Ze maken zich nu op voor uitbreiding naar het buitenland. Verhaal dat we al langer horen. Eerste stop het VK en daarna wellicht de VS. En dan in de Telegraaf. Rijken leven 8 jaar langer. Om de gezondheidskloof tussen rijke en arme Nederlanders te overbruggen moet een breed pakket aan maatregelen worden genomen, zegt de Sociaal-Economische Raad tegen het Dimissionair Kabinet. Er is niet maar 1 knop om aan te draaien, zeggen ze. Er zijn er veel meer en dat moet je doen, want rijken worden dus ouder. Dat kan niet. In Trouw, de selectie van nieuwe geneeskundestudenten gaat komende jaren flink op de schop. Meerdere universiteiten zijn van plan om hun selectieprocedure deels te vervangen door loting. Dus dan moet je meer geluk hebben, maar het zou de diversiteit moeten bevorderen. Dan in de Volkskrant, het mobieltjesverbod op scholen verbetert de sfeer daar. Krant ondervroeg 200 scholen naar het verbod dat sinds 1 januari van kracht is. En wat blijkt? Leerlingen praten met elkaar. Oh, wat eng. Ja, het is doodeng. Oh. Gewoon communiceren. Tot slot in die krant. Waarom zijn boeren in Europa zo boos? We zagen het eerder al in Nederland, ook in Duitsland. Nu zijn België en Frankrijk aan de beurt. Protesterende boeren. We zien het ook vandaag weer. De krant zet overeenkomsten en verschillen bij al die boerenprotesten op een rijtje. Ja, dan kwam jij dit hele spannende verhaal tegen. Iwan, vertel. Het is een van de grootste mysteries van de 20e eeuw. Uit de Amerikaanse geschiedenis, van de luchtvaartgeschiedenis. Waar is het toestel waarmee luchtvaartpionier Amelia Earhart in 1937 probeerde de langste vlucht ter wereld te maken? Nou, een Amerikaanse ex-luchtmachtpiloot die zegt nu dat hij dat toestel mogelijk gevonden heeft op sonarbeelden. Het gaat om een 2-motorige Lockheed Electra die dus vermist is geraakt boven de Stille Oceaan. Nooit is nou opgeheld wat daar precies gebeurd is. Het wordt ook wel een van de grootste mysteries, ik zei het al, van de moderne luchtvaart genoemd. Voer voor allerlei speculaties ook en geruchten. Maar ene Tony Romeo, dat is die ex-luchtmachtpiloot, dus oceaanonderzoeker, die heeft sonarbeelden gemaakt en ook gepubliceerd. Ik heb ze je gestuurd. Ja. En hij zegt, daar zie je het toestel.
Ja, je ziet inderdaad wel een vliegtuig liggen. In de vorm van. Het is een Lockheed Electra, als je het zo ziet. Ja, nou, het toestel zou 16.000 feet, bijna 5 kilometer diep liggen. Mm-hmm. In de Stille Oceaan dus. Minder dan 100 mijl van Howland Island. Waar de twee werden verwacht voor een stop en review. En dat Howland Island, moet je eventjes weten, dat ligt ten noordoosten van Australië. Inderdaad, in de middle of nowhere. En zij kwamen aangevlogen via de richting, via de route Bandung, Darwin, Lee, Papua Nieuw-Guinea. Daarna zouden ze gaan stoppen op Howland Island om te tanken. Daar doorvliegen naar Honolulu. Nou, Howland Island zijn ze dus nooit aangekomen. Kwamen dus uit de westelijke richting aangevlogen. Ja, en verdwenen. Romeo, a pilot and former Air Force intelligence officer, sold his real estate investments to start a deep sea exploration company and fund an expedition last year to the suspected area of the crash. In December, the team was reviewing the sonar data collected by a state-of-the-art underwater drone when something caught their eye. Ja, het is spannend, joh. Het is heel spannend. Die Earhart die had al allerlei luchtvaartrecords op haar naam staan. Het was echt een soort ster in die tijd. Ik zag die meneer Absoluut. Romeo, die zei bij de Wall Street Journal... het zou een beetje zijn alsof Taylor Swift nu spoorloos verdwijnt. Ja, een beetje die grote. Ja, ze wilde dus de eerste vrouw worden die rondom de wereld zou vliegen. Nou, dat is dus niet gelukt. Ze verdween samen met de navigator volledig van de radar. Er is lang gezocht. Heeft heel veel gekost ook. Na 2 jaar zijn de twee doodverklaard. En sindsdien zijn er dus ook nog allerlei andere zoektochten geweest. Tot nu toe zonder succes. Er zijn een keer botten gevonden, die zijn onderzocht. Daarvan is de vraag, zijn ze van haar? Nou, die Romeo die heeft dus nu een soort schimmige beelden... en gaat nu weer terug proberen betere afbeeldingen te maken. Hij is in ieder geval vrij zeker van zijn zaak. There's no other known crashes in the area. And certainly not of that era. And that kind of design with the tail that you see clearly in the image... Ja, dat is precies wat jij zei. Hij herkent het toestel. Dus inderdaad, hij zegt eigenlijk, het ding moet het wel zijn. Nou, we gaan het volgen. Ik zei al, er zijn eerdere mensen geweest die hebben gezegd... dat ze het ding wellicht gevonden hebben. Is nooit bewezen geraakt. Misschien nu wel. En dan is het dus eindelijk opgehelderd waar dat ding dus terechtgekomen is. 5 kilometer bij Howland Island. Minder dan 100 mijl daarvanaf. In de middle of helemaal nowhere. Ja. Daar zou het toestel dus liggen. Zaken doen kent risico's. 1 misstap... en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.